via Cultura Weekend Magazine. Arend Westdijk en Carolien van der Meijlen komen praten over de Week van de Eenzaamheid. Presentatie en gespreksleiding Gert-Jan Kleinpaste. Aangeschoven inmiddels Arend Westdijk uit Barendrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. We maken het sprongetje van de Coming Out Day naar de Week van de Eenzaamheid. Ik zou bijna zeggen een thema wat juist in deze tijd van corona en toch wat moeilijkere situatie om makkelijk met elkaar in contact te komen, elkaar te ontmoeten en te begroeten. Een onderwerp wat heel veel aandacht behoeft. Laten we beginnen met, wat is jouw situatie in Barendrecht en jouw verbondenheid met dit thema? Nou ja, mijn verbondenheid met dit thema is, ik denk dat sowieso iedereen wel zich wel eens eenzaam voelt of heeft gevoeld. Dus daar hoor ik ook bij. Dus ik heb sowieso een persoonlijke ervaring. Maar ik heb ook in mijn verleden bijvoorbeeld bij het Nationaal Ouderenfonds gewerkt. Nou, die hadden als soort core business het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen. En nu zit ik in de Raad van Toezicht van Resto van Harte. Nou, die hebben ook echt als doel om eenzaamheid tegen te gaan. En ik kom nog wel een beetje uit de tijd dat eenzaamheid nog geen politieke hype was. En dan gaat het over wetenschappers die op stoffige kamertjes zitten te onderzoeken wat eenzaamheid inhoudt. Mm-hmm. En dat bespeur ik dan af en toe wel in de huidige debatten van dat iedereen er wel een oplossing voor heeft. Ja, zonder al te wetenschappelijk inderdaad te gaan doen. Jij gaf in een tussenzin aan, ik heb zelf ook wel eenzaamheid ervaren. Ik bedoel, dat lijkt me een betere schets dan welke wetenschappelijke ook. Hoe heb jij dat ervaren dan? In wat voor situatie zat jij op dat moment en wat heb je ermee of aan gedaan? Ik denk dat het verschillende aspecten heeft. En als het gaat over situationele eenzaamheid, dus dat je eigenlijk in een bepaalde situatie zit en je daardoor bijvoorbeeld niet begrepen voelt door je omgeving. Dan is toch de kunst om wel die verbinding te zoeken. En ik kan me heel goed voorstellen, als ik dan toch even teruggrijp op het vorige gesprek. Als je dus dan zoekt van hoe kan ik in mijn omgeving kenbaar maken dat ik homoseksuele gevoelens heb. Mm-hmm. Dat ook een stuk eenzaamheid is in die situatie. Terwijl je op andere vlakken dan gewoon je niet eenzaam voelt. De hele puzzel voor de coming out, zou ik dan zeggen, dat die dat soort gevoel kan veroorzaken. Ja, zeker. Ja. En dat zijn ook de dingen waar, wat ik bijvoorbeeld merk is, mijn dochter woont in Zuid-Afrika. En dat is mijn gemis eigenlijk. Maar dat is ook een heel lastig gemis, want je wil er ook niet continu bij stilstaan. En een andere variant is, een vriend van mij die heeft zichzelf om het leven gebracht. Ja. En in het begin leeft dan iedereen heel erg mee, ook met de ouders. Maar op een gegeven moment gaat het leven weer verder. Terwijl die ouders, zelfs als ze op een bruiloft zijn, dan denken ze, maar mijn kind zal nooit trouwen, zeg maar. En dan merk ik ook wel dat het lastige is in de dynamiek. Want als ik dan wel eens aan hem denk ik, maar moet ik nu een berichtje sturen naar zijn ouders van dat ik aan hun kind dacht? Of misschien zitten zij in een vrolijke bui en dan worden ze dan ineens weer geconfronteerd met die situatie. Dus wie ben ik dan? Aan de andere kant denken zij misschien, waarom horen we alleen wat van zijn vrienden op zijn verjaardag? Dat blijft toch altijd een heel lastig aspect van hoe je ook situaties van rouw, ook vanaf de buitenkant naar zo'n situatie kunt reageren. Dat lijkt me sowieso heel lastig. Ook aangeschoven Caroline van der Meijlen van Inzet 078. Eerst maar even voor de kijkers, luisteraars. Kun je heel kort even schetsen wat Inzet 078 is en doet? En daarna jouw specifieke rol als het gaat om dit thema. Nou, heel simpel. Inzet 078 stimuleert en ondersteunt het vrijwilligerswerk in Dordrecht. En ik zeg nu vrijwilligerswerk, want zo kennen alle Dordtenaren. Tegenwoordig noemen we het ook wel vrijwillige inzet. Mm-hmm. Bij vrijwilligerswerk denk je toch vaak aan georganiseerd verband, maar je kunt je ook in je eentje vrijwillig inzetten voor een ander bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is wel heel mooi wat Arend net zegt. Je weet soms niet hoe je moet reageren. Bijvoorbeeld op iemand van wie je weet dat hij eenzaam is vanwege bijvoorbeeld een rouwsituatie. Mm-hmm. Je hebt heel veel manieren om daarop te reageren die je aangereikt kan krijgen. Ja.
bijvoorbeeld vanuit de vrijwilligersorganisatie. En daar zitten dan ook weer mensen in die zich misschien niet op dagelijkse basis of op wekelijkse basis als vrijwilliger melden ergens bij een verpleeghuis. Mm-hmm. Maar die gewoon in hun eigen buurt of straat mensen die eenzaam zijn opzoeken. Met een pannetje soep of om gewoon eens een praatje te maken of op te bellen. En het is heel moeilijk om dat vanuit jezelf te doen. Want je voelt je toch een beetje ongemakkelijk. En, nou, net wat jij zegt, wie ben ik om? Maar als daar een soort van organisatie achter je staat die jou wat handreikingen doet, dan wordt het al wat makkelijker. Dat is in ieder geval wat Inzet 078 deels, ja, doet. In Barendrecht zit jij in de WMO-raad volgens mij. Is dat ook een raad of een ingang waar je veel met deze problematiek van doen hebt? Ja, want wij adviseren het college van BMW. In Dordrecht hebben we volgens mij een soort gelijke adviesraad. Ja, we hebben ook een WMO-raad. Ja. Ja. En dan adviseer je over, over eigenlijk het sociaal beleid. Dan komt dat thema wel aan de orde. En in die zin adviseren we echt de gemeente. Dus het hangt ook af van de mate waarin de gemeente bezig is met dit soort thema's. Nou, begrijp ik dat de gemeente Dordrecht daar in ieder geval actief mee bezig is. En dat is ook de zoektocht, want dan krijg je ook van, want het beeld is een beetje dat ouderen eenzaam zijn en de rest niet of zo. En ook dat alle ouderen eenzaam zijn, maar jongeren kunnen ook goed eenzaam zijn. En dan raakt het ook heel veel andere thema's. Dan kan het ook gaan over een kind dat gepest wordt op school en zich daardoor eenzaam gaat voelen. Ja. Dus dat zijn dan thema's. Dus dan kan je zelfs die link leggen van, ja, maar als we nou dat pesten tegengaan, dan voorkomen ook dat het kind zich minder eenzaam voelt. Ja, het lijkt me sowieso een idee fix dat alleen ouderen inderdaad eenzaam zouden zijn. Volgens mij komt het in alle leeftijdscategorieën en groepen voor. Is dat ook wat jij tegenkomt vanuit jouw werk? Ja, absoluut. We hebben bijvoorbeeld, als ik even bij vrijwillige inzet blijf, verschillende maatjesprojecten. En die heb je voor ouderen, maar die heb je ook voor jongeren, mensen met een aandoening. Eigenlijk kun je kijken naar wat zijn oorzaken van eenzaamheid. Ja. Dat kan zijn, er zijn heel veel. Hè, maar dat lijkt me geen blauwdruk voor. Dus, Nee, er is niet één oorzaak. En sommige oorzaken komen meer voor op oudere leeftijd. Hè, bijvoorbeeld het verlies van een partner. Ja. Nou, dat zal je eerder gebeuren als je ouder bent dan dat je net begonnen bent aan de relatie. Maar pesten, kinderen, mensen die tot een minderheid behoren. Mm-hmm. We zien dat ongeveer 40% van de Nederlandse bevolking zich wel eens eenzaam voelt. Ja. En als je dan kijkt naar hoe dat dan uitgesplitst is, dan is de grootste groep wel 65-plussers. Maar bijvoorbeeld ook mensen met een migratieachtergrond. Hier kun je je voorstellen als jij bijvoorbeeld neem de huidige migratiegolf van mensen uit Syrië. Ja, die hebben huis en haard achtergelaten, komen in een wildvreemde samenleving en moeten daar maar inburgeren. Nou, de beste manier om in te burgeren is om vrienden te maken, de mensen die je straten leren kennen. Maar hoe moeilijk is dat als je de taal niet spreekt of de gewoontes niet kent? Ja, en als ik dat mag aanvullen, want bij dit soort dingen, want lotgenotencontact is volgens mij ook een hele belangrijk middel om eenzaamheid tegen te gaan. Dat je dus iets meemaakt waarvan jij het idee hebt, ik ben de enige, maar dan blijken er toch ergens anders nog anderen te zijn. En dat te delen. En dat zie je dan bijvoorbeeld inderdaad ook met mensen met een vluchtelingenverleden. Er worden ze eigenlijk gedwongen van nee, maar je moet zo snel mogelijk integreren en met Nederlanders omgaan. Terwijl aan de andere kant is de behoefte er ook gewoon heel erg om met mensen op te trekken die hetzelfde hebben meegemaakt en dezelfde achtergrond hebben. Dus dat is ook een worsteling. Vaak is het waarschijnlijk ook zo dat je eerst die behoefte hebt om met lotgenoten jezelf ook steviger te gaan voelen voordat je die andere stap kunt zetten. Ja, maar dat is een stap die de Nederlandse samenleving vaak moeilijk gunt. Want dan denk je, ja, maar hoe sneller jij integreert, hoe sneller je aanpast aan onze normen en waarden, hoe beter. Maar dat is deels zo, maar er zit ook echt een andere kant aan. Ja. Hoe zit het überhaupt volgens jullie, en dat is eigenlijk een vraag aan jullie allebei, met ontwikkelingen in die samenleving? Is het ook lastiger in deze tijd, omdat dat sowieso mensen veel meer op zichzelf teruggeworpen zijn of georiënteerd zijn dan
in de jaren 50 of 60 het geval was? Of klink ik nou als een oude lul? Nou, ik denk wel dat, dat we met z'n allen... Eenzaamheid is ook heel vaak verbonden met zingevingsvragen. Waar doe ik er nog toe? Waar kom ik mijn bed voor uit? Hè? Zingeving is niet alleen maar religie, maar ook waar kom jij je bed voor uit? Dat was in de jaren 50 met de verzuiling heel erg georganiseerd. Je had een zuil waar je toe behoorde, een religie of een politieke stroming, waar je het allemaal voor deed, waar je ervoor was. Het zorgde ook voor verbinding. Je kwam in elk geval één keer in de week op zondag bij elkaar. Nu zijn er andere vormen van verbinding. En wat ik een hele mooie... Een heel mooie bijkomstigheid vindt aan deze gekke coronatijd, is dat je ook wel weer ziet dat nu weer opkomt. Mm-hmm. Dat mensen, ondanks het feit dat ze elkaar misschien fysiek niet kunnen opzoeken, toch heel erg sterk de behoefte voelen om elkaar te helpen. Ja. En we hebben tijdens de eerste golf hier in Dordrecht, hebben we Licht voor Dort, waarin een heleboel vrijwilligersorganisaties, kerken zich hebben verenigd. Ik geloof dat het wel 30 organisaties zijn. En die ook mensen, Dordtenaren, hebben opgeroepen van nou, meld je als je iemand anders wil helpen. Ja. En waar het normaal gesproken hartstikke moeilijk is om vrijwilligers te vinden, hadden we er nu binnen mum van tijd, ik geloof, iets van 400. Ja, ik herinner mij uit de intelligente lockdown, de eerste golf, zal ik maar zeggen. Dat bijvoorbeeld een groot restaurant in Dordrecht ineens besloot van we gaan de maaltijden die we normaal uitserveren, gaan we ineens aanbieden aan mensen die daar in de samenleving behoefte aan hebben. Ja. Dat soort initiatieven is dan wel hartverwarmend. Die doen wel een beetje denken aan de jaren 50, hè, waarbij we wat makkelijker misschien met een pannetje soep bij de buurman op de stoep stonden. Dat zie je nu weer terugkomen. En ik hoop dat we dat met z'n allen ook vast kunnen blijven houden. Mm-hmm. Ook als er geen urgente noodzaak is. Ja. Ja, en ik denk ook wel dat het klopt denk ik, wat je zegt, van dat we door de individualisering en ook de verstedelijking en zelfs de digitalisering, dat makkelijker is om met z'n allen te vereenzamen in feite. Maar ik kreeg ook wel een stukje van, vroeger inderdaad die dorpsgemeenschappen, dan kan je dus makkelijker eenzaam voelen als je die ene uitzondering bent. Want daar zit vaak ook wel een streng normenpatroon in of bepaalde verwachtingen. Mm-hmm. En dan kan het makkelijker zijn als je in een stad woont, nou ja, dan zoek je gewoon het groepje op wat bij jou past. Dus dat kan dan wel helpen. Maar ja, die weg moet je vervolgens ook wel helemaal zelf gaan. Dus dan moet je gaan ontdekken wie ben ik nou. Terwijl je vroeger toch wat makkelijker geleefd werd. Maar het begint al met het tussenzinnetje, dan zoek je dat groepje op. Maar hoe vind je in die samenleving jouw groepje? Ja, en wie ben je zelf? Ja. Dus dat lijkt me op zich al een hele, hele grote zoektocht. Wat doe jij in Barendrecht zelf concreet om die eenzaamheid voor mensen te bestrijden? Ik bedoel, je zag in zijn Raad van Toezicht Resto van Harte, gaf je al aan. Het is een belangrijke organisatie om in ieder geval mensen met elkaar aan tafel te brengen. Zeker. Ja, dus voor de mensen voor wie dat helpt, is dat echt een belangrijk middel. Nee, ik probeer het ook wel klein te houden. Ik woon in een appartementencomplex waar ook mensen met een verstandelijke beperking wonen en mensen heel erg op leeftijd. Nou ja, bij hen viel gelijk alle dagbesteding weg toen de lockdown begon. We zijn een soort buurttuin gestart. En dan is er in ieder geval wat reuring, dus dan kijken ze uit hun raam en er gebeurt er wat. En de een die kan meehelpen en een dame van bij de 100, die kan dan niet helpen, maar die vindt het fantastisch om te zien wat daar gebeurt. Mm. Dus dat zijn de kleine dingen die je dan kan doen. Maar ik denk dat het dan nog belangrijker is dat je met elkaar contact hebt, zodat je ook wat ziet als het niet goed gaat met mensen. Want alleen maar een maaltijd afleveren, dat is eigenlijk hele praktische hulp voor als mensen geen eten hebben. Maar het gaat er dan wel om dat je dan ook dat praatje maakt of eventjes ziet van ja, maar wacht eens even, deze meneer of mevrouw die heeft elke dag dezelfde kleren aan als ik eten kom brengen. Misschien moet ik iets anders gaan inzetten of toch ook dat gesprek aangaan. Bijvoorbeeld met die buurvrouw van 98. Nou ja, wij zagen alles wat daar over de vloer kwam in de coronatijd. Dus dan hebben we op een gegeven moment gewoon gezegd, want het was niet zoveel, maar... Hebben we gewoon gezegd van nou, dan rekenen we haar tot ons huishouden. Omdat we merkten dat zij niet begreep dat je dan continu afstand moet houden. Je kan ook niet zeggen dat als zij dreigt te vallen en je arm wil pakken, dat je dan een stap achteruit zet. Mm-hmm. Dus ik dacht, nou ja, dan gaan we gewoon, dan rekenen we haar tot ons huishouden. Dus dan konden we ook gewoon weer haar doen. Althans, mijn vrouw die
deed dan haar krulletjes, waardoor ze zich ook weer lekkerder voelt, in plaats van dat je maar opgesloten zit in je woning en niks hebt. Ja. En dat zijn dan de kleine dingen die je eigenlijk heel dichtbij kan doen. En dan zeg ik echt niet dat ik voor 10 mensen in mijn straat hoef te zorgen. Ja. Maar als iedereen 1 of 2 mensen heeft die er een beetje onder zijn hoede neemt. Dan nou schets jij in ieder geval een soort mini-samenleving in jullie appartementencomplex, waarbij je naar elkaar omziet. Ja. Ik las een tijdje geleden een onderzoek, een Brits onderzoek was dat, dat bijna 80% van de Britten hun buren eigenlijk helemaal niet meer kent. Ik bedoel, is dat in Nederland ook gaande? Nou, lastig te zeggen. Ik denk ook dat het uitmaakt waar je woont. Als je kijkt waar is de eenzaamheid het grootst in Nederland. Steden. Dan zie je de grote steden, maar je ziet ook de grensgebieden. Dus Zeeland, Zuid-Limburg, Noord-Groningen, Noordoost-Groningen. In Drenthe heb je het ik weet niet zo goed hoe ik het uit moet spreken, hoor. Naburschap. Hè? Ja, dat nou, ik kom uit Twente, dus, dus ik ken het begrip naburschap. Maar, dat vind ik heel mooi. En wat ik nog even wil toevoegen aan jouw verhaal van ouderen of überhaupt mensen waarvan je vermoedt dat ze eenzaam zijn. Je kunt ze hulp bieden, maar je kan ze ook om hulp vragen. En dat heeft ook weer maken met die zingeving, doe ik er nog toe. Ja. En mensen vinden het soms ook lastig om hulp te moeten accepteren. Dus je kan ook zeggen van, ik moet even een boodschap doen, of ik moet op vakantie, zou u op mijn katten willen passen? Of ik heb het hartstikke druk, zou u voor mij even een oogje in het zeil willen houden op mijn kind bijvoorbeeld? Bij de buren, hè? Dat is ook naberschap, je vraagt elkaar om hulp. En ik denk ook dat vrijwillige inzet, je kunt jezelf vrijwillig inzetten om mensen die eenzaam zijn te helpen. Maar als je je eenzaam voelt, is eigenlijk nog veel beter om je eigen hulp aan te gaan bieden en om jezelf vrijwillig in te gaan zetten. Ja, nou kan ik me voorstellen dat, het klinkt heel logisch, hè? Mm-hmm. Ik kan me ook voorstellen dat dat best een lastige stap is als je in dat gevoel zit van, ik voel me niet gezien of ik voel me eenzaam. Dat klopt, ja. Ja, maar daarvoor zijn die organisaties als Inzet 078 ook zo waardevol. Dat als het zo dicht staat bij de mensen, dan moet het ook een beetje bekendheid krijgen. En dan kan het helpen als je iemand een keer meeneemt. Dan kom je meehelpen met vrijwilligerswerk. En dan helpt het vaak ook dat je ook eenmalige activiteiten aanbiedt. Want dan, om je gelijk te committeren aan elke week iets gaan doen, dat is vaak toch lastig. Ja, ja. Dus ga een keer mee als we de buurt gaan opvrolijken of zo. En dan denken mensen, dit is leuk, hier wil ik wel vaker komen. Maar dan heb je toch vaak dit soort belangrijke schakels nodig om dat toch te faciliteren. Ook als het gaat om toch die handelingsverlegenheid. Dat ik denk, maar wat moet ik nou met... Ik zie wel dat het niet goed gaat met die mevrouw, maar wat doe ik dan? Ja. Nou ja, als je dan organisaties hebt die dan handvatten kunnen geven. En ook, dat vind ik ook zelf een belangrijke, het kunnen overnemen of doorverwijzen als het heftiger wordt dan een vrijwilliger aan kan. Ja. Dan maakt het ook... makkelijker eigenlijk voor mensen om actief te worden. Ja, er zitten twee aspecten, hoor ik bij Arend wat dat betreft. Hoe je je vrijwilligers zelf kunt ondersteunen en uit die handelingsverlegenheid kunt brengen. En het andere is waar jij mee begon, van mensen die zich eenzaam voelen, kun je ook net dat stapje laten zetten om dan zichzelf ook vrijwillig te gaan inzetten. Maar hoe begeleiden jullie iemand om dat stapje te gaan zetten? Wat is daarvoor nodig? Wat belangrijk is dat die drempel omlaag gaat. Wat jij zegt is inderdaad heel interessant. Bij vrijwillig inzet denken mensen heel vaak van, dan moet ik bij een club en dan moet ik misschien wel een overeenkomst ondertekenen. En dan moet ik misschien wel 1 keer in de week op een vaste dag ergens naartoe. Terwijl de scheidslijn tussen helpen en geholpen worden soms heel vaag kan zijn. Ja. Kijk bijvoorbeeld naar maatjesprojecten. We hebben hele leuke maatjesprojecten met jongeren in Dordrecht. Mm-hmm. Waarbij jongeren bijvoorbeeld een tuin op gaan knappen van iemand die dat zelf niet meer kan. Ja. En die tuin die dreigt te verwilderen. Die mevrouw met die verwilderde tuin die heeft een groepje gezellige jongeren. Maar die jongeren zelf hebben ook wat aan elkaar. Die leren elkaar ook kennen, doen daar contacten op. Mm-hmm. En dat gaat heel vaak van, kom eens mee, een dagje meehelpen. Kom eens kijken. Resto van Harte is ook een goed voorbeeld. Je komt daar eten. Maar als jij daar werkt als vrijwilliger en je ziet iemand is heel eenzaam en die komt daar iedere week eten,
Dan zou je ook kunnen zeggen, goh, zou jij ook eens een keer de boontjes willen doppen? En voor je het weet. Ja, juist dat samen koken is dan de binnende factor. Superleuk. Dus, ja. Wij hebben in Dubbeldam zijn we een initiatief gestart met een aantal bewoners. Ook in de coronatijd, waarbij het op een gegeven moment veiliger werd om elkaar buiten te ontmoeten. En het was zomer, dus het kon ook weer. Ja. Waarbij een aantal mensen hun tuin openstelden voor mensen die geen tuin hadden. Konden bijvoorbeeld ouderen zijn, maar ook jonge gezinnen met kinderen die op een flatje woonden. Waarop de een sociaal hulpverlener aan mij vroeg, maar waarom in Dubbeldam? Want daar wonen bijna iedereen heeft daar een tuin. En al die eenzame mensen, die hebben zelf ook al een tuin. Mm-hmm. Waarop ik zei, ja, dan kunnen zij ook hun eigen tuin openstellen. Ja. Je hoeft niet altijd in die slachtofferrol te zitten. Zeker niet. Dat is de meerwaarde van die coronatijd. Ja. Mm-hmm. Is dat het ineens van iedereen wordt. Want iedereen is slachtoffer van corona. Nee, die zielige eenzamen, zeg maar. Ja. En nu is het, maar iedereen kan eenzaam zijn. En iedereen heeft... Want ik vond het ook heel mooi op social media. Dat dan ineens ook de populaire mensen zeiden. Van ja, ik heb zo'n zin in een knuffel. Ja, dat is gewoon iets heel wezenlijks. Ja. Dat hebben we gewoon nodig, die verbinding. Als je dat met elkaar opzoekt en het gewoon normaal vindt dat we wel eens eenzaam zijn of langer eenzaam zijn, dan wordt het ook laagdrempeliger om aan te geven van nou, ik voel me vandaag eenzaam. En werkt het nou echt zo ook dat mensen die steun ondervonden hebben omdat ze zich eenzaam voelden, daarbij ook makkelijker de stap zetten om zichzelf ook te gaan inzetten weer voor andere mensen die zich eenzaam voelen? Of? Ik denk dat bij iedereen weer anders werkt. Mm-hmm. Ja. Je hebt niet één prototype, archetype van eenzaam mens. Ja. 40% zei ik net. Ik denk dat we allemaal wel een eenzame periode in ons leven doormaken. Mm-hmm. Op enig moment in je leven. Ja. En iedereen is weer anders. Ja. En ik denk ook dat preventie van eenzaamheid heel belangrijk is. Het wordt vaak gezegd van om even op terug te komen, dat voorbeeld van die tuinen. Als jij eenmaal eenzaam in je eigen isolement zit, dan ga je misschien niet zo makkelijk bellen naar het tuinmomentje van ik wil ook wel eens bij iemand in de tuin. Die stap is soms heel groot. En wij hadden op een gegeven moment bedacht van dan kunnen we misschien ook een wandeling organiseren langs al die tuinen. Waarop werd gezegd, maar eenzame mensen die durven dat niet, die gaan dat echt niet doen. Maar je kunt daarmee wel voorkomen dat je eenzaam wordt. En dat lijkt me wel Inmiddels gaat Arend gitaar pakken. Ja, ik zie het. Want we gaan afsluiten met een liedje. Arend maakt ook liedjes onder andere over eenzaamheid. Dus Caroline, op korte termijn nog concrete acties in Dordrecht over eenzaamheid en het voorkomen daarvan? Altijd. Eigenlijk is elke vorm van vrijwilligerswerk helpend. Ja. En ik hoop niet dat we weer een hele lange periode van lockdown tegemoet gaan. Maar de mensen van Licht voor Dordt staan ook weer klaar. Ja, dat is wel heel mooi om te horen. Wat dat betreft hebben we ook niet zozeer een week van de eenzaamheid nodig. Het is goed om het thema wat accent te geven. Maar we hebben iedere dag aandacht nodig om deze eenzaamheid bij mensen te voorkomen.